Hallo allemaal, welkom terug bij mijn nieuwe video. Ik ga vandaag Marokkaanse brood maken, heel zacht en luchtig en het is ook heel snel klaar, dus beter kan niet. Je doet 250 ml lauwwarm water in een kom of waar je je brooddeeg in wilt doen en 250 ml lauwwarme melk en 1 zakje gist van 7 gram. Je doet er dan 1 afgestreken eetlepel suiker bij. En dan heb ik 2 glazen grove griesmeel erbij gedaan. Ongeveer 400 gram is dat. Je kan ook fijne griesmeel gebruiken, gewoon wat je in huis hebt. En dan ga je dit heel goed mengen. Zoals je ziet is het echt heel vloeibaar. Zo hoort het ook. En dan ga je hem zo meteen afdekken met plastic. Laat je het even 10 minuten staan, 15 minuten staan op een warme plek. En dat was het eigenlijk. Na ongeveer 10 minuten dan ga je het deeg verder afmaken. Dan doe je er bloem bij en alles. En als het deeg klaar is, ga je al brood van maken. En dan pas ga je het laten rijzen totdat het deeg zich verdubbeld heeft. Dus de eerste rijstijd is heel korte rijstijd, 10 tot 15 minuten, waardoor brood heel snel klaar is. En deze brood moet jullie echt een keertje gaan proberen, zoals ik net al vertelde. Brood is echt heel zacht en super luchtig en snel klaar. Doordat er melk in de brood zit, is brood heel zacht. Zo, ik heb het nu afgedekt met plastic en dan laat ik het op een warme plaats 10 tot 15 minuten rijzen. En dan ga ik het verder afmaken. Ik doe er dan nog 400 gram bloem bij. Dat zijn 2 glazen. Je kan, als je geen weegschaal hebt, ook glazen gebruiken. Dan gebruik je zeg maar van alles dezelfde grote glas. Dus als je een klein glas gebruikt, moet je allemaal van hetzelfde gebruiken. Ik doe er dan nog 1 afgestreken eetlepel zout bij. En dan ga ik het goed mengen of kneden. Let wel op. Elke bloemsoort is anders. De ene bloem neemt meer vocht op als de andere. Het deeg moet heel zacht en soepel zijn en heel licht plakkerig. Jullie zien zo meteen hoe het deeg is. Als het deeg te droog aanvoelt, dan doe je er steeds een beetje water bij. Lauwwarm water doe je het dan steeds bij. Zo, alles heel goed kneden. Zo, het is nu 1 bol geworden. Ik doe het dan op een werkplaats. Dat vind ik handiger met kneden. Dan ga ik het nog verder kneden totdat het zacht, soepel, licht plakkerig deeg is geworden. Je kneedt net zo lang tot het deeg soepel en zacht is en licht plakkerig. Als het dan zo is, kan je al stoppen met kneden. Dus dat kan 5 minuten zijn, kan ietsje korter zijn, ligt eraan. Je gaat er dan meteen zeg maar verdelen. Ik heb het in 2 verdeeld. Ik heb 2 hele grote broden gemaakt. En je hoeft nu zeg maar op dit moment niet meer te laten rijzen. Dus je maakt. Ik in mijn geval heb ik 2 bollen gemaakt om 2 grote broden te maken. En meteen gevormd. Dat zien jullie dan zo meteen. Zo, hier kunnen jullie zien hoe het deeg is geworden. Het plakt heel lichtjes aan je handen, maar je kan er wel een bol van vormen. En het is echt heel zacht en soepel. Ik strooi wat griesmeel waar ik de brood ga vormen. En een beetje bloem. Maar je kan ook bloem en griesmeel met elkaar mengen, als jullie het makkelijker vinden.
En dan heb ik het, zoals ik net al zei, deeg in twee bollen verdeeld. Je maakt daar een mooie bol van. En dan ga je het uitdrukken tot een brood. Deeg moet ongeveer, ja, geen centimeter dik, ietsje minder. Dus jij gaat niet meten, maar ja, half centimeter, iets meer als half centimeter dik zijn, want het wordt nog groter en dikker in de pan. Ik vorm de eerste brood. En dan laat ik hem heel eventjes staan. Dan ga ik de tweede vormen, zodat de eerste al een beetje, zeg maar, losjes is geworden. Dan is het ook makkelijker met vormen. Ik doe deze nu even aan de kant. Dan ga ik de andere deegbrood vormen. De eerste mooie bol maken. Wat griesmeel en meel op de werkplaats strooien. Of op iets waarop je je brood gaat doen. Je kan ook een doek gebruiken, hoeft niet per se zo'n plaat te zijn. Maar ik heb toevallig twee platen in huis, dus dan heb ik het zo gedaan. Dus een beetje griesmeel. En een beetje bloem. Je mag best wel wat griesmeel en bloem gebruiken, zodat het tijdens het rijzen niet gaat plakken. Zo, je gaat het tweede brood dan vormen. Ik draai het ook steeds om. Ik vind dat makkelijker met brood vormen. En je hebt dan griesmeel en bloem ook aan beide kanten dan, omdat je het steeds omdraait. Dan laat ik deze ook eventjes aan de kant staan. En dan ga ik de eerste brood weer verder afmaken. Als je het heel eventjes laat staan, nog niet eens 2 minuten, dan is het deeg toch ietsje zachter en makkelijker om te vormen. Zo, je doet er nu een doek over en laat je het heel even rijzen, ongeveer een half uurtje. En dan ga je het bakken in de pan. Gebruik een zware pan. Ik heb een Marokkaanse pan gebruikt. Doe een heel klein beetje olie in de pan en doe er dan brood in. Maak een gaatje in het midden. En als het aan de onderkant kleurtje heeft gekregen, dan draai je het om. En dan is het klaar. Ik hoop dat jullie het filmpje leuk vonden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, want daar komt inshallah nog veel meer aan. En tot de volgende keer. Doei!